De werkgroep Sustainable Development Goals, SDG, van het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft op verzoek van de UNEP afgelopen vrijdag in het Bergendaal Eco and Cultural Resort een infosessie gehouden voor REDD+ assistenten. Dit vond plaats in het kader van de REDD+ Capacity Building Training georganiseerd door het NIMOS. Deze activiteit past geheel in het kader van het project Localizing the Sustainable Development Goals, SDGs, dat in samenwerking met de UNDP wordt uitgevoerd. De REDD+ assistenten zijn namelijk vertegenwoordigers van de verschillende tribale gemeenschappen. Tijdens de sessie is er informatie verstrekt over de duurzame ontwikkelingsdoelen en hoe deze te lokaliseren. Volgens de voorzitter van de SDG-werkgroep van RO, Peggy Panka, hebben de wereldleiders bij de vaststelling van de SDGs ook afgesproken dat met name de in stamverband levende volken moeten worden betrokken bij de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Maar niet alleen de communities, ook bedrijfsleven, lokale NGO's, tribale autoriteiten, vooral in Strandaan, tribale autoriteiten, spelen een belangrijke rol. Dus ook tribale autoriteiten moeten een belangrijke rol in het realiseren van deze afspraken. En daarbij zit MOFO to de tak, to belangrijk zijn, to tra belangrijk, ik kan tak, motto's of afspraak, na sansa de leg vast in een herprocedure die is na alles maar moest vervullen waar rol. No one's man om tanabaka. Dat etak in Engels dat etak leave no one behind. Dus dat je een constant cross-cutting, het is mijn tak over de duurzame ontwikkelingsdoelen. Je een constant leave no one behind. No one's man moest tanabaka. En het tweede one na let their voices be heard. Dat one tak. We kiezen maar een platform om de taki te maken. Hoe is de taki? We maken de taki en maken de tegu. Voor de one maken de libico na visie. Die werkgroepvoorzitter Panka hield de REDD+ assistenten ook de pijlers van de duurzame ontwikkelingsdoelen voor. Bij het realiseren van de SDGs zijn namelijk belangrijk: vrede, de mens, onze aarde, voorspoed en partnerschap. Dat want dat hier ook samen naar de verschillende groepen. Je kiest moreel resultaat en je maximaliseert de resultaten. En met minder geld ook. Want soms een groep doet die zetra groep en doet sem, dat die ontdekt dat je zit dat, maar zo met money dan spenden toch dan bereik je een resultaat. Terwijl die doen samen, daar bereik je veel meer. Partnerschap en plannen, dat want dat een planeet voor een groen tapu voor. Pacha mama zeggen ze ook. Dus dat om lukken dat grandma de tevreden en om dat ding. Dat we zorgen ervoor dat we niet een tapu en we behandeling. Nou, we vast zijn fiti. Dus dat naar de pijlers voor duurzame ontwikkelingsdoelen. Vijf belangrijke pijlers. Die zijn dus in alle den doelen, je ziet dat dit is daar centraal. Dat is dus Peggy Panka, voorzitter van de SDG-werkgroep van het ministerie van RO. Ze spraken het afgelopen weekend in het eco-resort Bergendaal in verband met een training over deze duurzame ontwikkelingsdoelen.